Nu ja, al? Vallen, vallen. Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, wacht. Kunnen we met u meerijden? Dat is licht! Dat doet pijn aan mijn ogen, man. Ik doe gewoon weer op, denk ik, hoor. En zo, dit zijn jullie coördinaten. Breakaway. Nou. Ah. Goed, we gaan dus als gehandicapten gaan we dus naar deze plek toe. Ja. Dan moet nou jij, snap ik waarom jullie me hadden uitgenodigd. Hé, er staat nog wat op. Vertel. Degene die als eerste alle verbanden om heeft, die mag als eerste weg. En dan heeft een kwartier voorsprong. Go! Hij gaat om je... Is het om mijn benen of om mijn nek? Oh, jezus. Ja, oké. Okay. Dus moet jij de... Oké. Okay. Ik moet het doen. Oh. Nou, ben je aan de taal? Er is niet gezegd dat het om het hoofd heen moet. Tuurlijk wel. Nee, tuurlijk niet. Doe je het er niet op gips? Ja, we zijn klaar. We mogen gaan leden. En deze dan? Go. Hey, ik zal van de handrem afhalen, slimmer ik. Hey, joh, later. Wij waren hier. Oh, joh. Oh, fuck you. Wat is dit nou weer? Hoezo zijn wij later? Ja. Ah. Rennen. Ja, nou, de groetjes, jongens. Ja, maar wat moet dit dan mee nog mee dan? Weet ik, want die stopt gewoon in mijn zak. Nou, dit is een weg, Noah. Ja. Dit is echt een auto. Maar ik zie ook dat daar de parkeerterrein. Waar zijn we überhaupt? Waar? Wassenaar? Ik heb volgens mij een blaadje met de coördinaten. Jawel, hier. Nee, ik heb die van hun ook. We zijn in Wassenaar, zie ik. Oh, okay. We gaan aan die meneer vragen. Snel, snel. Hij staat bij de telefoon, volgens mij. Ik ben eigenlijk benieuwd waar we zijn. Daar staat een bord. Echt, we hebben wel flink lang in die auto gezeten. Wat doe je nou? Het gaat dus niet. Ik kijk zelf wel even. Mij en de. Oh, 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 oh. What the fuck? Je moet hem op de handrem zetten. Ja, dat moet jij doen. Hey, ik kan mijn hoofd niet buigen, dus wat staat er op het bord? Ja, iets met natuurgebied, ja, maar niks die handrem. Met... Ja, doe die handrem. Af, jongen. Nou, als het de hele tijd zo gaat bij dit team. Oké, dus noem de cijfers maar. 52. Ja. Graden. Ja. 22. Ja. Tegenover de Bijenkorf, onthoud. Tegenover de Bijenkorf, oké. Okay. Moet naar Amsterdam. Dankjewel, meneer. Amsterdam helemaal? Ja. Mevrouw, mag u wat vragen? Waar gaat u heen? En dat is? Zoetermeer. Zou u ons misschien bij het station kunnen afzetten? Dat weet ik. Oh, nou dat gaat niet. Weet je aan boord. Nou, dat past daar wel in zo. Ja. Nee, we gaan het anders proberen. Okay, dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Ik help me. We moeten gewoon eventjes gewoon vanaf nu niet meer op. Op het zand. Op het zand. Jezus. Oh, denk je dat mensen ons mee gaan nemen in de auto? Ik denk het niet. Ik denk het absoluut niet. Maar wij kunnen nu wel even wheelies oefenen. Ja, dat is waar. Wil je... Oei, jezus, oh, ja. Gaat het niet hard gaan. Oh, stel nou dat er echt wat is met Melanie. Echt, hè? En dan gewoon doorrijden. Maar eigenlijk is er ook echt wat. Ja, 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 ja. Kunt u ons misschien helpen? We moeten naar het station. Oh. Oh, oké. Okay. That's a little bit of trouble. All right, good luck. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Oké. Hoi. Gaat u toevallig ergens naartoe? Er is net iets vreselijks gebeurd. Nee. Nou, wij zijn hier gedropt. En we moeten eigenlijk een lift zien te vinden richting een coördinator. Oh, we moeten eerst die coördinator Heb je die nog? Heeft u misschien een telefoon bij u? Ja. Ik ben die coördinator kwijt, denk ik. Dat meen je niet. Een lift. Dan wordt het wel heel moeilijk. Nee, ik weet echt niet waar ze zijn. Ik ga er even bij zien. Liggen ze niet nog daar? Ja, die coördinator die heeft onze lieftallige Noah Zeel van de filmfabriek per ongeluk meegenomen. We moeten zo snel mogelijk in Amsterdam zijn. Dus vandaar dat wij naar het station toe moeten. Kunt u ons helpen? Het is een inklapbare rolstoel. Dus niets heel ernstig, maar we hebben wel een beetje haast. Nou Mel, stap maar uit. Super, dank u wel mevrouw. Kijken of we deze in de achterbak kunnen doen. Nee, de achterbak is helemaal vol. Misschien weet het niet. Nou, dan krijg je deze op schoot, Mel. Ja, ja. Dus ja, gaat dat? Ja. Zo, Jimmy, moet je bij mij op schoot, jongen. Oh nee. U redt ons echt, u bent geweldig. Nou, eindelijk een lift. Maar bij Robin en Martijn gaat het zoeken van een lift wel wat beter af. Echt waar? Ja? Nou, dat zou top zijn.
Oh, dit is echt top, mevrouw, dat we mee mogen. Waar zijn we nu eigenlijk? Meijendel. Waar ligt ja, dat? Ja, maar waar ligt dat? In Wassenaar. Wassenaar! Ja. En deadlift. Ja. Ja, jij moet... Ja. Sloopt de hele auto. Nee, joh. Oké. Okay. Oh, we zijn er ruim al, jongen. We zijn al minuten laat. We hebben een beetje een idee gekregen waar we heen moeten. En achter die coördinaten komen we straks wel. Zo. Kom, Geert. Zo, nou, kort ritje, maar dat scheelt in ieder geval wel. We zijn bij een bushalte. Hey Mel, ik zie je later, hè. Doei. Doei, joh. Tot de Mel. Hey Martijn, ik zag net een bordje staan van Duinrail die kant op. Hoe mooi is het als we gewoon naar het pretpark gaan? Ja, maar is Duinrail niet gewoon een zwemparadijs? Ja, maar je hebt ook attracties en zo. En dat is mooi, want in een rolstoel dan kan je gewoon vooraan in de rij. Ja. En ik wil kijken of dat lukt nu. En dan alsnog winnen. En dat zou wel goud zijn. Dat gaan we proberen? Ja, we proberen het gewoon. We hebben toch al die achterstand. Kunt u ons met Duinrail in de buurt afzetten? Ja, doei. Oké, top. Heerlijk. Mooi. Wachten met de rolstoel achterin. Ja? Super. Succes. Ja, dank u wel. Ik zal eerst even de dingen uithalen, want dan kan... Heel veel succes in het huis met de klussen. Wacht, je mag niet lopen! Hoe gaat dit? Hoe werkt dit? Oh, ja. Nou, we gaan naar Duinrail, want de kik hier vanop. U bent geweldig! Wat een topapparaat! Ja, super! Amsterdam hier. 39. Ja! Dat is maar dat is een sprinter. Ja, dan... We kunnen ook de Intercity pakken, die gaat om 48. Wij zijn op weg naar Duinrail. Dus die... Alleen maar recht doorrijden. Is dat ver? Oké, dan mag je jezelf doen. Echt? Hoi! Nou, ik denk dat ik gewoon... Nog wel een eentje. Ja, dat gaat de heren dan toch net even te ver. Ondertussen hebben Melanie en Noah een manier gevonden om de boel wat op te fleuren. Zouden we misschien deze mogen meenemen? Mag ballonnen, die ga ik zelf wel betalen voor deze. Ja? Dit geweldig, dank u wel. Super, dank u wel. Dan laten we deze zitten, of mogen we deze ook meenemen? En die ook nog eens 50 cent, hè? Ja. Ik denk nog wel lijken. Oh, cool. Super. Nou, dank u wel. Yes. Ja, nou super. Dan gaan we de boel even heel succes. Mooi maken. Dank u wel. Doei. Dag. Hey Martijn. Ja. Misschien kunnen we battelen tegen die vrouw hier achter ons. Nee. Leg jij het uit? Ja. Goeiedag meneer. Hoi. Ik zal even uitleggen, we zijn van YouTube kanaal Ponkers. En wij zijn gedropt in Wassenaar en we moeten naar Duinrail. Zouden we een klein stukje met hem mee mogen rijden? Ja? Gek. Oh. Ja. Ga je hem helemaal ja, tuurlijk, opdraan? Tuurlijk. Oké. Okay. Kijk, dit is niet gezegd... Oh, pas op. Is niet gezegd dat dit niet mag. Ja! Zo. Ja? Yes! Hoppatee. Hey, wij zijn een team. Wij zijn een team. Hey, no, we moeten helemaal been zo, hè? We moeten je hoog houden. Ja. Jij neemt het ervan, hè? Jij neemt het ervan. Je denkt, oh joh, ik heb alle verband om mijn benen en om mijn hoofd. Wij zijn voor ons YouTube-kanaal Ponkers zijn wij gedropt in Wassenaar. Ja. En nu moeten wij terug zien te komen naar Amsterdam. Nou, dat is op zich best een opgave met een rolstoel en iemand die heel erg gewond is. Maar nu dachten we, zijn in Wassenaar. Hoe leuk zou het zijn als we misschien even een rondje door Duinrail kunnen lopen? En misschien even in een attractie kunnen zitten? Ik ga het heel erg mijn collega's. Ja, graag. Het zou namelijk echt top zijn. Gewoon vriendelijk lachen. Ja, moet je altijd zo hard schreeuwen als je iets voor elkaar wil krijgen? Ja, maar ik zit een raam tussen, dus dan heb ik al gauw de neiging om harder te praten. Heb jij dat niet? Nou, dan zit hier toch een microfoon. Hoeveel? Oh, nee. Nou, dat is helaas jammer. Maar dit was echt mijn laatste wens. Werk ze. Dankjewel. Ja. Voor de mensen die denken van we gaan nog een keer een dagje weg, ga dus niet naar Duinrail. Hey, ik wilde nog samenwerken met Duinrail. Oh, sorry. Oh, ben er wel. Ja, ben er wel. Volgens ben er wel. Nee, maar we kunnen toch gewoon... Zullen we gewoon daar proberen? Dat is een tegenvaller. Maar bij het andere team gaat het ook niet bepaald van een leien dakje. We zijn een video aan het maken dat wij gedropt zijn in Wassenaar. We moeten zo snel mogelijk naar Amsterdam. We strijden tegen een ander team. Is die camera aan het lopen of niet? Nee. Zeker weten? Okay, ja, de trein uitgezet en een boete. Lekker bezig, jongens. Oké, maar we zijn nu Leiden. We zijn al opgeschoten. Ze gaan nu volgens mij een andere trein in. Zullen we nu gewoon weer instappen? Zo,
dit vind ik wel heel Tuk Live. Ik vind ook bij deze dat dat telt. We hebben nu 20 minuten. Ja, vind ik ook. We zijn eruit geweest. Ja. En we hebben een hele mooie ticket. €53,50. Zo. Hallo, mag ik je misschien wat vragen? Wij zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En we zijn gedropt in de duinen van Wassenaar. Is het oké als we heel eventjes... Nee. Nee? Ja, als je kaartje koopt, is het net jullie ook. Ja. Dus als je kaartje koopt, ben je van harte welkom. En anders dan moet je verder. Maar dan gaan we wel naar de Efteling, hoor. Ja. Ik zou het niet doen, hoor. Ik zou het niet doen. Ga niet heen. Nee, niet heen gaan. Kut. Zullen we gewoon bij iemand thuis aanbellen? Ja, maar die zit toch... Ja, we kunnen het proberen. Dat hij ons straks ook echt helemaal pakt. Nee, ik hoop niet. Denk je dat het andere team een voorsprong heeft op mij? Nou, als ik zo kijk hoe vlot wij gaan lekker hoor. Ja. Ik zie, tenzij we een helikopter hadden weten te regelen, maar die kan... Ja, sneller kan niet dan dit. Sowieso niet. Wacht, ik heb een idee. Als ik in mijn eentje het ga vragen, dan lijk ik nog zieliger. Ja, doe dat. En dan zeg, als ze dan ja zeggen, dan staat hier met nog meer mensen. Ja, doe maar, ga maar. Ander huis proberen? Ja. Kom maar. Denk ik? Denk ik. Kan je aan filmen? Brabant. Ja, gaat ie. Go. Okay. Hallo. Ik heb een vraag. Ik heb net de bus gepakt, maar een hele verkeerde bus en ik moet richting Amsterdam. Ik heb geen idee hoe ik daar nu moet komen. Sorry? Oh shit. Hallo meneer! Oh, sorry. Nee, dat kunnen we uitleggen hoor. We zijn van YouTube kanaal Ponkers en we zijn gedropt in Wassenaar en we strijden tegen een ander team en we moeten zo snel mogelijk in Amsterdam zien te komen. Succes. Ja. Oké, dankjewel. Maar ik wil niet... Oké, dan proberen we het bij een ander huis. Heel goed, uitstekend. Oké. Okay. Kan ik hier langs? Lukt het? Oké. Okay. En ik weet niet hoe je het vinden. Ja, oké. Okay. Ja hoor. Okay. Dat is wel lief. Is dat een belofte of een bedreiging? Ik gok dat deze buurt niet zo lekker ligt of zo. Als ik jou nu gewoon eens op de weg duw. En dan? En dat dan jij gewoon gaat liggen, dan moet ze wel stoppen. Ja, dat ik val. Dat ik ja, nog uitval. Dat jij dan op de grond ligt. Ja, we gaan even... Ja, komt even. Een Audi. Nee, dit kan vallen, toch niet. Vallen. Dit kan toch niet. Val dan. Zie je, dat werkt dus niet. Oké, doe het nog een keer. Oh, wacht, gaat ze stoppen? Ja, ze gaat stoppen. Ja, ja. Ze stopt. Maar is dat voor ons? Stopt u voor ons? Oh, ze gaat gewoon parkeren. Anticlimax. Oh, kut. Moet ik echt... een grotere anticlimax. Oké, dus het plan is nu dat ik uit de rolstoel val. Ja. En dat jij mij komt helpen en dan komen mensen er ook bij. En dan zeggen we, hé, Marek, kan je ons een lift geven? Ja. Dat klinkt als een briljant idee. Dat moet werken. Wat denk jij nou? Gaan we het halen? Ja, we gaan wel echt heel vlot, hoor. Echt, hè? We gaan echt heel lekker. Yes, zo. Ik zit. Nou. Zo, maar even een liftje zoeken. Weet je wel. Ja, easy, links. Het wordt wel moeilijker, een lift met die ballonnen. Die moet je ook de uitdaging krijgen. Oh, shit. Nu? Ja, vallen. Oh, shit. Wacht. Ik vind nu al een slecht idee. Wacht even. Kunnen we nog terug? Kunnen we met u meerijden? Nee, kunnen we met u meerijden? Nee? Jezus. Zo. We hebben een ander plan nodig. Zo. Kunnen we met u misschien mee? Nee, ook niet. Kom, we gaan gewoon een kopje koffie scoren. Ah, is de rolstoel toegankelijk? Goedendag. Hoe maakt u het? Schreeuw nou niet zo. Ja? Wij zijn voor ons YouTube-kanaal Ponkers zijn wij gedropt in Wassenaar. En nu moeten wij zo snel mogelijk zien te komen naar Amsterdam. Misschien kunnen we een kopje koffie bij u krijgen. Mag dat? Ja, mag dat. We hebben geen geld op zak gekregen. Nee, je doet niet aan een gratis kopje koffie. Ook niet als ik heel zielig kijk zo van... Nee, want dat is constant op het moment. Nee, okay, nou, ik moet wel zeggen dat het interieur er best mag wezen. Gast, wat toch? Maakt dat nou uit? Oh, nou, maar hartstikke bedankt. Ik ga me helemaal dood met jou. Tot ziens. No? Ja, vertel Mel. Amsterdam is die kant op. Vind ik ook zo. Heeft als we nou wachten bij die stoplichten, tot er een groot busje komt of zo. Ja, laten we ondertussen gewoon even een beetje die kant op lopen. Waar gaat u naartoe? Mogen wij een stukje meerijden richting Amsterdam? Ja, we hebben een lift. We zijn hier weg. Oh, eindelijk. Of zullen we nog heel even kijken of we daar wel in kunnen komen? Nee, we gaan niet deze lift pakken. Okay. Hou me vast, jij moet mij vasthouden. Ja.
coördinaten, die moeten we eigenlijk even krijgen zometeen. Dan hebben we sowieso al een achterstand. Ja, dit is echt een valspeler. Ja, dat is gewoon een valspeler. We weten niet zeker of Noah die coördinaten heeft gejat. Maar wij zijn ze anders. Grote kans. Vrachtwagen, dat zijn goud. Zo, de kleren, hè? Gaat het even niet? Ah. Ja? Doet u het? Ja? Yes! Dankjewel, als u schrijven daar neer zit. Yeah, buddy! Tok, tok, tok! Robin en Tinus hebben ondertussen de coördinaten opnieuw ontvangen en zijn aangekomen bij een benzinestation. Zouden wij op je telefoon even mogen kijken waar die coördinaten zijn? Heb je... Ja, die coördinaten heb ik hier. Bodyworlds. Nou, dan weten we dat. Dat is een half uur met de auto. Gaat u toevallig naar Damrak? Nee, jammer. Hey, goeiedag. Hey. Mag jij misschien wat vragen? Wij zijn van YouTube-kanaal Ponkes en we zijn gedropt in Wassenaar. En nu moeten wij liftend naar Amsterdam zien te komen. Serieus? Dit is echt helemaal kut, hè, dit? Ja, dit is echt kut. Hoe kunnen we nou weer aan de verkeerde kant van de snelweg wacht. Hier hebben iemand in een station in zijn eentje. Wij doen een liftwedstrijd. We zijn gedropt en we moeten richting Amsterdam. Ja, okay, is goed. Wachten wij hier even. Luister, gast. Als wij met tram 5 straks in die tram kunnen... Ja. Dan? Dan zijn we al op Damrak. En dan gaat het opeens allemaal wel heel snel. Wordt het nou nog spannend, jongens? Metro 51 is zelfs het allerbeste. Ja. Nou, maat. Yes. Kijk, Twis. Hartstikke idee. Lekker een stoepje op. Nou, rennen. Je moet rennen. Kom op. Opschieten. Snel. Hey, maar als we hier bij het Olympisch Stadion eruit gaan, dan kunnen we die tram pakken. Dat is volgens mij tram 24 of zo, of tram 16. Ja, ik ben niet zo bekend met al die trams. Ja, want die ging langs mijn vorige huis. Mijn huis in Amsterdam waar ik woonde. Okay. En dat, dus kijk, daar staat er eentje. Dat is zeg maar de tram die, waar je gewoon in kan stappen. Oh, zonder conducteur. Ja, dat is wel het makkelijkst natuurlijk. Dat is wel makkelijk. Als moeten we weer zielig kijken. Ja, gaat dat? Ja, die blinddoek valt erin. Top. Stopt deze ook op de dam? Met deze stoppen achter de dam, dat is top. We moeten er zo tussendoor steken. Ja, en naar de dam is ongeveer een kwartiertje, 20 minuten. Exact de tijd die we erin mogen zitten. Oké, Willy. Ja. Zet maar weer neer hoor. Oké, we zijn dus gewoon uit de tram gestapt en we stoppen voor de Bodyworld. Super chill, want daar moeten we een vlag zien te zoeken toch zometeen. Ja, we moeten dus een vlag zoeken. Ah, en het moet denk ik hier zijn ergens. We krijgen al een hint. De vlag hangt op een plek die perfect is toegewezen voor één van jullie. They see you rolling, they hate it. Nou, okay. Ik denk dat het iets met invalide iets is. Oké, etage 2 is voor de rolstoel-wc. Ja, ik denk dat die daar hangt. Of er is een body dat in een rolstoel zit. Oh, dat we die eerst nog moeten zoeken. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Wat is dit? Hey! Hey! Nee! Hoe lang zijn jullie hier al? Een half uur of zo. Nee, joh. Nee. Wij komen echt net hier. Nee, net? We zijn ook nog aan het zoeken voor de vlag. Echt? Ja, nee, dat zei ze niet. Kijk maar. Zij heeft de dingen af. Ze hebben hem al. Fuck jou, Martijn. Vieze rat. Eindelijk van je gewonnen. Ja, het invalide toilet. Ja, want alleen ik ben invalide. Ik krijg wel like many. Snel. Moet zo hier zijn. En dan ja, hier invalide toilet. Moet wel. Dit het invalide toilet. Nee! No! Het is... Ja! Oh! Yeah, buddy! Oh, shit! Yes! Oh, fuck, yes! Yes! Oh, man. Oh, wee. Oh, Martijn, eat your heart. Ja, het mag allemaal af. Oh, shit. Fuck. Fuck. Oh, wat ben ik blij. Shit, hé. Lekker, man.
Oké, jongens, jullie waren waardige tegenstanders. Van harte gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Wil je nou meer zien van Melanie en van Robin? Check dan even de videobeschrijving naar hun kanalen. En wil je de vorige dropping video zien van de bankzitters Jasper en mij? Klik dan hier beneden. Abonneer en check vooral onze WK-track die we hebben gemaakt met niemand minder dan Jean-Marie Pfaff en Wout de Groes. België! 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 Nee? Oké.